De districtscommissaris van Nickerie, Sanrita Gobadan, heeft een speciaal team geïnstalleerd dat de infrastructuur in het reisdistrict moet aanpakken. Het team bestaat uit deskundigen van de ministeries van regionale ontwikkeling, landbouw, veeteelt en visserij, openbare werken en het instituut Waterschappen Nickerie, OWMCP. Het team is gelijk na het bezoek van president Chandrika Prasad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk samengesteld. Gobadan is ervan overtuigd dat de brug over de quarantainrivier wel wordt gebouwd. Nou, eerst de vlaggen zijn geplaatst voor de brug. Guyana-kant, Surinaams-kant, ook bij Long Island. Ik ben zelf geweest met minister Riyad. Dus dat is als eerste. De vlaggen zijn geplaatst, de gesprekken zijn reeds gaande. En de handtekeningen zijn ook geplaatst, dat weet je ook, in Guyana. En 25 november krijg je dus andere zaken die gaan plaatsvinden. En, vliegveld van ons, en, ik moest ook laten afmeten en dergelijke. Dus die komt ook, ik denk de komende maand. Horen meer erover, toch? En dit zijn dingen die dus langzaam komen, snap je? Ik kan niet, wat ik net zei, dus makkelijk eroverheen gaan. Gobadan zegt verder dat vooral de wegen en sluizen in Nickerie extra aandacht krijgen. Wegen bijvoorbeeld, de sluizen, daarmee, die pakken we ook langzaam aan in samenwerking met OW en ook LVV. Ik heb namelijk een team gemaakt waarin zitting hebben RO, dus mijn persoon, RO, LVV, OW en MCP. 4, 5 mensen met bestuursambtenaren en dan willen we gaan zitten en kijken hoe wij gezamenlijk problemen in Nickerie kunnen aanpakken. Dus dat is something like, ik kan iets niet, dan moet ik kunnen inkomen, maar het werk moet gedaan worden. Het werk moet uitgevoerd worden. En voor mij is prioriteit natuurlijk ook een Krappahoeklaan, straks heb je regentijd. En voor de regentijd moet iets daar gedaan worden, want de kinderen moeten naar school komen. Nu is het droog, is het makkelijk begaanbaar, maar als het regent, dan is het een gedoe daar. Dus daaraan moet er zeker gewerkt worden. Districtscommissaris van Nickerie, Sanrita Gobadan, tegenover onze nieuwsdienst. Ze werkt samen met andere ministeries om de infrastructuur in het reisdistrict aan te pakken.